Het is maandagmiddag 25 augustus, iets na vieren. Heel natuurlijk moment voor een nieuw Glamorama journaal. Ja, even serieuze problemen voor Andy van der Meijden en zijn Melissa. Consternatie op Twitter, want er was een nieuwe Real Life Soap, nieuw seizoen waar Andy en Melissa was bezig. En dan zien we dit voorbij komen, Andy en Melissa op tv. Kut, hoer is een dierenbeul, nou, hondje opsluiten in een hotel. Hashtag vet erg, hashtag superzielig tering. Zo ga je niet met een hond om. Ja, daar schrikken wij een beetje van. Denken we, wat is er aan de hand? Een hond, Parijs, daar willen we meer van weten. Even kijken. Ga het hotel binnen, maar die hond moet natuurlijk verstopt worden. Liefst die hond in de tas met een deken eroverheen. De arme kopje zo ertussenuit. En als dat is geregeld, kunnen de dames eindelijk rustig ademhalen. Maar niet voor lang, want de Moulin Rouge wacht. Hey, wat moet die hond doen? Hij houdt maar hier. Weet je wat we doen? We zijn hier, dan zetten we die twee poefjes, zetten we hiervoor. Ja, in restaurants mag ze denk ik niet mee, die hond. En Moulin Rouge al helemaal niet. En het zit vlak kort op elkaar. Ik weet niet of nog tijd om terug te gaan. Ja, we gewoon in de badkamer doen. Ja, kan ook. Is ook goed. Ga er maar in. Lopen. Erin. Kom. Hij heeft nog niet eens geplast. Moeten we even wat uitdragen. Doen we daarna wel, hè? Kom. Deur dicht of zo? Dicht. Toen gingen we weg, deur dicht. We hebben even vergeten dat de badkamer hol is. Dus als die hond blaft, hoor je twee keer zo hard liepen we op de trap. Puff, puff, puff. Nou, inderdaad schandalig. Hier, hebben jullie dit ook gezien? Helene van Fox, vergeet dat de camera aanstaat. Ja. Dankjewel. Oh, ik moet nog even afsluiten. Nou, daar ben ik dan. We gaan dadelijk natuurlijk over die... Ja, dit weekend het laatste concert van Agda en de Munnik in het Vondelpark. Iedereen was erbij. We hebben de beelden gezien. Ja, nou snappen we wel dat ze ermee stoppen op zich. Want het is allemaal wel erg zwaar geworden. Zeker zo'n ontmoeting met fans. Wij zouden er ook net gek van worden. Nou, Agda en de Munnik duidelijk ook. Hier. Hallo. Wij komen allebei jullie, hè? Ja, altijd. Juist. Ja, super. Ja, nou, ik denk een paar foto's en dan gaan we weer weg. Dit is de laatste keer, je nou of je nooit meer. Maar goed, zoals gezegd, wij begrijpen het en zouden er ook geen zin in hebben. Het liedje van de dag, dat is van Rudy de Wit. Die kent u waarschijnlijk niet, wij eigenlijk ook niet, maar we gaan er wel nog veel van horen. Want ja, het is gewoon heel goed. Het nummer heet Zin in een feestje. Tot morgen.